Yo, what's up en welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Lem natuurlijk. En op deze woensdag gaan we nog eens naar de monumentale Grand Slam. Omtrent deze man, dus wereldkampioen regenboogtrui Wout van Aert in seizoen 3 2022 Tour de France. Dit zijn de Jumbo-Visma'ers die hier aanwezig zijn. Met van Aert, dus Kruiswijk is er ook bij. Net als Dylan Groenewegen, Tom Dumoulin. Dan hebben we nog deze James Knox in de rij staan. Het volgende in het rijtje is deze Antoine Tolhoek, een van de luitenanten voor Wout van Aert natuurlijk. Laurens de Plus is er ook nog bij. En dan deze Michael Matthews, sletterij van de selectie voor de Tour de France. Belfort, daar starten we vandaag. Dan gaan we naar Zwitserland, jawel. In Porrentruy, daar ligt de aankomst na 152 kilometer. En Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert mogen we gaan verwachten. Ja, dit is echt wel een etappe waar het misschien eens kan gaan lukken. Want tot nu toe nog niet gewonnen in deze Tour de France. Pogacar, Hirschi, Roglic, Pinot, Gignets, Madouas en Godu. Dat zijn de outsiders. Ja, oké. 9 seconden. Wanneer gaan we dat geel pakken? Ja, wanneer gaan we de eerste rit pakken? Dat blijven toch wel vragen die pertinent blijven terugkomen. Maar in Porrentruy moet het misschien toch echt wel eens gaan lukken. Hè? Col de la Croix is een van de laatste beklimmingen die we in deze rit gaan doen. Allemaal klimmetjes van tweede categorie. In het begin wel nog eentje van 4 en eentje van 3. En in-game gaan we eens kijken naar de dagvormen. En we zitten dus al in rit 9. Hè? Nog steeds niet gewonnen. LM. Hoe kan het, man? Plus 2. Ja, oké. Okay. Plus 2 dag voor vandaag. Dat is al mooi. De Plus en Tolhoek hebben we ter beschikking. Dat is ook al lekker. Want tot nu toe blijft het toch wel zo dat Tom Dumoulin naast Van Aert echt wel de kopman is. Maar oké. Okay. We hopen dat dus in deze etappe een beetje te veranderen. Hè? Het zou wel mooi zijn moesten wij definitief de kopman worden binnen het Jumbo-blok. En daar de eerste aanvallen van de dag al. Van Gestel is er eentje van. En natuurlijk proberen er gladiolen daarin te komen in die vlucht van de dag. En daar zag je even de gele trui. Julien Alaphilippe vandaag is ook echt wel potentieel ritwinnaar. En de dagvormen bij de concurrentie, ja, die vallen mee. Die vallen echt wel mee. Mogen we Demar daar in de finale nog verwachten? Dat is ook wel de vraag. Tot nu toe misschien wel de snelste man in deze Tour. Zit dus ook in de groene trui. En dit is de Côte Salcy. Ja, en wij gaan wat tempo maken. De Neven met nog een vraag. Wat vond je van de eerste etappe in de Tour? Ja, daar had ik al de vorige aflevering eens op teruggekomen. Ja, schitterende zet van Juju. Hè. Prachtige aanval, lang gerekt daar. En ja, niemand kon er gewoon aan tippen in die eerste rit aan Julien Alaphilippe. Ik had ook een vervolg verwacht op de Muur de Bretagne. Maar dat kwam er niet. En straks meer daarover, over de rit naar de Muur de Bretagne. Want daar hebben we ook nog een persvraag rond. En Tolhoek maakt tempo. Ja, ja. Dit zien we graag. Goed bezig, Antoine. Laatste kilometer op de Salcy. We gaan ja, misschien nog wat bergpunten nemen. Alhoewel, er zitten te veel renners voorop. Punten gaan we hier niet meer pakken. Nee, Bernard zit momenteel nog steeds in de bollen. Maar we zetten de rest onder druk. En vooral de massasprinters. Dat is de bedoeling, hè. We willen graag straks na die laatste beklimming van tweede categorie daar als enigste of toch als een van de weinige top massasprinters zitten. Al zijn we niet echt een pure massasprinter hè, met Wout van Aert. En hier zie je hem dus, de man in de bollen, Bernard. Met nog 5 andere renners erbij. Honoré was er eentje van. En dan komt Chavez, de Colombiaan van Bike Exchange. En dan hebben we nog Drucker ertussen zitten. En dan komt het peloton al zeker. Jawel, jawel. En dan komt het peloton. 112 renners nog. En Roglic dus met een negatieve dagvorm. Ja, oké. Okay. Dat vind ik niet erg. Nee, nee. Vinden we zeker niet erg. Maar moeten we vooral richting Van der Poel kijken? Ja, ik denk het wel. Hè. Van der Poel gaat sowieso die finale ook overleven. En ja, hopelijk pakken we een paar seconden. En hier gaan we toch nog ons best doen om nog wat punten te nemen. Pakken we hier nog seconden? Nee, dat niet. Oh, en Van der Poel. Oh, oh, oh. Kijk eens aan. Matje was daar ook nog even bij de pinken. Pakt nog een paar punten weg voor ons in de stand om het groen. En een van de volgende knikjes alweer. En daar zijn we alweer boven, hè. Ja, Gignets neemt over. Het tempo zit erin.
En komen er breuken scheuren nu? Ja, jawel, die komen er. En Niels met nog een vraag. Gaat Froome nog iets winnen in zijn carrière? Nee. Ik denk dat het over en uit is voor Chris Froome. Het zou me niet verwonderen dat hij misschien volgend jaar gewoon zijn fiets aan de haak hangt. Het zit er gewoon niet meer in. Zijn lichaam is op, zeker na die ene zeer brute, bruske valpartij. Niet dit jaar, hè. Ik bedoel echt wel die valpartij toen voor Parijs-Nice was het zeker. En wij zitten nu op de Col de la Croix. Klimmetje tweede categorie, 3,8 kilometer, 8,6 gemiddeld. En we moeten naar die kopgroep. We gaan er ook gewoon naartoe knallen, hoor. Naar de vijf leiders. En daar is MVDP. Ja, ja, Van der Poel op het wiel. De man met rug nummer 1. Wij met 31, de wereldkampioen regenboog. Laatste kilometer op de Col de la Croix. En we voeren het tempo op. Ja, Van der Poel had het al een klein beetje lastig. En het breekt daar overal. Oh, dat is lekker. 16 renners nog naar de top van de Col de la Croix. Natuurlijk, de vluchters ervoor ook nog. Zitten we ongeveer met een man of 20 in de kop van de koers. Ja, het ziet er mooi uit dit. Dit ziet er heel goed uit. Juju is wel mee, hè. Alaphilippe was eigenlijk mee. En Porrentruy komt eraan. En de laatste kilometers, de laatste drie en de versnelling. Aanval van Barguil en Evenepoel. Wij gaan naar het wiel van Remco. Kom aan, doorzetten, mannen. We hebben een klein gaatje. Een kleine afscheiding. Ja, ik moet doorduwen. En daar zijn de vluchters van de dag. Vlak voor de laatste kilometer worden ze gepakt. En wij gaan van heel ver aan. En dit gaat niet meer mis. Nee, geen demar om nog te komen. Van der Poel komt er ook niet aan. En hier is ritzegen nummer 1 in deze Tour de France 2022. Eindelijk, damn. Wat was dit zwoegen om hier gewoon een ritje te pakken. We waren regelmatig al tweede en derde geweest, maar eindelijk op dag 9 in Porrentruy is het raak voor de wereldkampioen. En pakken we hier nog bonuseconden, pakken we het geel. Ja, we pakken sowieso al bonificaties met de ritzegen. We stonden er 9 en achter. Ja, dan is dat normaal genoeg, hè. Je krijgt sowieso 10 seconden voor je ritwinst. Evenepoel op 2, Bernard op 3. Dus Alaphilippe pakt geen bonies met een derde of tweede plek. Dan hebben we Latour, Van der Poel, Barguil, Alaphilippe, Gaudu, Hirschi, Pinot. Kelderman zat ook nog in de eerste groep. Die dus niet meer zo ruim was. Pogacar, Roglic. Oh, ze hebben ze allemaal binnen dezelfde tijd nog tot en met plek 37 gezet. Ja, oké. Maar wij pakken wel die gele trui. Ja, het is sowieso voldoende, de bonies met de ritzegen. En Almeida verliest tijd. Tom Dumoulin ook. Ja, ja, Dumoulinke. Een 1 seconde. Dat is nu het verschil op Alaphilippe. Maar we pakken dus voor het allereerst in deze Tour van 2022 onze gele trui. En ja, hoe lang gaan we hem vasthouden? Dat is ook dan meteen de vraag. Tot het einde. Ja, ik hoop van wel, maar ik vrees ervoor. Roglic, Pino, Evenepoel, Pogacar, Van der Poel, Sosa, Carapaz en Kelderman. Dat is nog het vervolg van de top 10 in het algemeen klassement. Wij staan natuurlijk op 1 en Juju op 2. En dan hebben we nog daar wat andere mannen zitten, hè, buiten de top 10 tot de top 20, waar Tom Dumoulin net niet invalt. Ja, Mollema wel, Guillaume Martin ook, maar 5 minuten 24 al voor Tommeke. En Bernal, daar gaat het niet meer van komen, ook niet van Froome. Almeida verliest ook al best veel tijd, hoor, op 9 dagen. En dan de evaluatie hier nog ingooien van Belfort naar Porrentruy. En voilà, eindelijk nog eens een kader van Classification on Time waar we eerste staan. We hebben al een dag in het groen gezeten, maar het geel, dat is een primeur vandaag. Besançon, daar ligt de aankomst. En we gaan tijdrijden, hè. 38 kilometer tegen de klok. Remco Evenepoel, Wout van Aert, Primoz Roglic, dat zijn de getipte favorieten. Ook Tom Dumoulin, Lampaard, Asgreen, Thomas, Kampenaerts, Pogacar en Almeida, zij worden naar voren geschoven. We hebben 2 tussenpunten, dus 2 keer gaan we onderweg klokken om te zien wie waar zit, wie op schema zit, wie deze tijdrit kan winnen. En kunnen wij Alaphilippe vandaag hier serieuze tijd aansmeren om het gat te vergroten naar of tegenover de nummer 2. En Van Aert en Van der Poel, de veldrijders, staan in het Tourmagazine. Ja, ja. We zijn er klaar voor. Wat gaat de dagvorm opleveren? Dat wordt ook een belangrijke natuurlijk. Wat doet deze Sloveense kampioen tijdrijden? Primoz Roglic, kan hij een gooi doen naar het geel vandaag? En wat te denken van deze man?
Juju. Tijdrijden stat 76. Ja, oké. Okay. Dat is niet weinig, hè. Dat is zeker niet weinig. Maar met onze tijdritstat pakken we sowieso al standaard, denk ik, 4 punten extra. En jawel, oh, en kijk eens aan, we hebben een goede dag. Onze vormpiek komt voor het allereerst in deze Tour terecht. Helemaal uit. Is het een plus 5, mannen? Het is een plus 5, jawel. Oh, lekker, lekker, lekker. Plus 5, hoppa. Gaan, man. Gaan in het geel. Vliegen gaat hij doen over deze straten. Naar Besançon. Het is tijd om ze hier allemaal wat tijd aan te smeren. Alhoewel, ja, tegenover de topfavorieten zal dat niet al te veel zijn. Extreem 1.1 tijdrijden LM. Nee, niet de combinatie. En we gaan hier ook nog een persvraag in gooien. En deze is er eentje van Jarno. Wat vond je van de vrouw met het bordje, de eerste rit van de Tour de France? Ja, wat een meme, mannen. Wat een meme. Oh, ook echt wel zalig. Degenen die daar creatief in gevlogen zijn en dat bordje hebben aangepast naar allerlei dingen. Maar ja, schandalig eigenlijk, hè, dat je zo naar de koers komt kijken. Blijf dan gewoon thuis, zou ik zeggen. Of ga ergens anders voor een vast camerapunt staan waar dat je niet op straat hoeft te zijn. Zodat je daar ook mooi in beeld kan komen. Maar ja, het was ronduit belachelijk. En ze gaat vervolgd worden. Ik weet niet of ze al gevonden is, want ze was in ieder geval spoorloos. Ja. Ze heeft zich ook wel ontzettend belachelijk gemaakt voor de volledige wereld. Allee, toch de wielerwereld. En wij komen na tussenpunt 1 op plek 2 te staan. Ja, we moeten daar nog eentje voor ons dulden. En dat zal wel Remco Evenepoel geweest zijn, want ik was eigenlijk iets te hard aan het opgaan in de meme van rit 1 van de Tour de France. We gaan naar Buzy. En daar kunnen we misschien de eerste keer de snelste tijd gaan klokken in deze tijdrit. Even de Poel, Roglic, Bevan. Dat is de top 3 in het Chrono 2, tussenpunt 2 in Buzy. En we zien daar in de verte Alaphilippe groter en groter worden. Dat is goed, hè. Dat is bijzonder goed. We zijn hem aan het inhalen. Dat is duidelijk. Voilà. Het is sprint 2 onder Skoda Banner. Ah, we komen in de buurt. We komen in de buurt. 8 seconden. 8 seconden op Evenepoel. We zetten ons momenteel dus op de vierde plek aan tussenpunt 2. Aan het eerste tussenpunt waren we derde. Dus we verliezen wel een beetje tijd en een plaats. Maar wat kan die top of die plus 5 in het slot nog gaan doen? Kom aan, Van Aert. In zijn mooie gele trui. Kijk eens aan. Nog eens doorknallen. Wat versnellen. Dalende lijnen hier een beetje naar Besançon. En pakken we Julien nog. Want die komt nu bijzonder dicht. Hè? Kijk eens aan. Hoho. De laatste 2,5 kilometer. Allee, kom aan Van Aert. Mikpunt, Julien Alaphilippe. Die gaat veel tijd verliezen. 2 minuten is het verschil zeker tussen de starter en de renner nadien. Ik denk het wel. En onze gele balk zit ook ideaal. Tijd om er hem volledig te gaan doorknallen hier in de laatste hectometers. Daar komt Alaphilippe. We pakken hem net niet. Oh, 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 oh. We kwamen dicht. We kwamen dicht. Bijna nog eens een tijdritzege op extreem 1.1. Maar helaas, zelfs met een plus 5 dag voor alweer net niet. Oh, zuur, zuur, zuur. Het lukt maar niet op dit niveau om een tijdrit te winnen. Het is sowieso geglitcht. Kan niet anders. Je kan gewoon niet meer winnen op extreem 1.1 in een tijdrit. Want geef nu toe, Van Aert toch wel echt een van de beste tijdrijders in het spel, hè. 1 minuut 51 is meteen het verschil nu op Julien Alaphilippe in het algemeen klassement. Roglic op 1.53, dan Evenepoel op 2 minuten. En Pogacar rond de top 5 op 3 minuten 25. Dan nog Van der Poel, Jungels, Thomas, Pinot, Kelderman, Carapaz, Dumoulin, Formula, Froome, Mollema en Polange op plek 16. Ja, oké, okay, tweede plaats. Oh, toch een slechte evaluatie. De win werd hier gevraagd. Maar ja, oké, mannen. Niet te streng zijn, hè. Niet te streng zijn voor Wautje. De volgende rit naar Bellegarde. Van Mâcon naar Bellegarde in etappe 11. 194 kilometer en een klim buiten categorie. Met de Colombier. We hebben Pogacar, Pinot, Evenepoel als topfavorieten. Outsiders volgens de boekies zijn Roglic, Kelderman, Carapaz, Bernal, De Plus, Thomas en Tom Dumoulin. 2 minuten. Ja, oké. Okay. Het is mooi, hè. Het is meteen een ruime afstand. We zouden het geel moeten kunnen behouden vandaag. Van Gestel in het magazine, die gaan we in de finale niet zien. Maar die andere man in het magazine wel, hè.
Julien Alaphilippe kan zeker overleven en in de finale nog een pertinente rol spelen. En wij hebben een plus 2 dagvorm. Maar oké. Okay. We mogen niet klagen over onze dagvorm. In onze vormpiek dan weliswaar. Want in het begin was het niet helemaal lekker. Maar toen ook nog niet in de vormpiek. Ah ja, gisteren was wel het moment. Hè. De eerste plus 5 in die tijdrit. Ideaal moment. De concurrentie op afstand gehouden. Juju op ruime afstand gezet. En aanval Gilbert Kampenaerts en Pollitt. Ja. Ze willen naar Latour, want die was daar net al meteen weggeknald. De bolleman ze meteen even in beeld brengen. En we zagen ook al eventjes dat Pogacar een break-even dag voor hem had. Maar ik denk dat het gevaar grotendeels toch weer van Roglic gaat komen hoor, in deze Tour. En hier Pierre Latour, de man van Ajuder Citroën. In zijn mooie bolletrui. En we krijgen nog een persvraag ook. En dat is er eentje van. Pierre-Alexandre heeft er ook niet hetzelfde probleem als Remco. Beide geen geboren fietsers, beide dezelfde doelen. Beide liggen er wel eens. Ja, dat is zeer zeker een gelijkenis tussen Roglic en Evenepoel. Ze zijn allebei heel laat begonnen met fietsen. En dat zie je. Dat zie je ook gewoon aan hun stuurvaardigheid. Ja. Al moet je wel stellen dat Roglic best wel goed kan sturen. Hoor. Maar ja, oké, hij ligt er ook regelmatig bij. Dat heeft er wel mee te maken hoor. Maar hij kan beter sturen dan Remco. Dat is ook wel duidelijk momenteel. En heeft ook gewoon momenteel een veel betere carrière. Of een veel betere palmarès dan Remco. Maar oké, okay, voor de kleine uit Schepdaal moet het nog allemaal beginnen. Ik hoop dat hij zelfs gewoon al Roglic kan evenaren op het punt dat Primoz nu in zijn carrière zit. Dat zou wel al mooi zijn. En de Colombier, de Col du Grand Colombier. Klim van 18,3 kilometer. We hebben Antoineke Tolhoek voor ons gezet halverwege deze klim, want er werd niet echt veel aangevallen of versneld. Dus dan hadden we maar zoiets. Dan doen we het wel met de man in het geel, de maillot jaune. En nu gaan we het tempo echt wel wat hoger leggen. Niet te hoog natuurlijk. Ja. Ik wil niet dat ze hier nog gaan aanvallen en dat ik daar niet mee kan. Dat is niet de bedoeling. Maar het tempo is strak genoeg voor de uitdunning. En je ziet het, het is al gebeurd ook. We zijn nog naar een man of 30 gegaan in dit peloton. Voilà, hier zie je het overzicht van dit klein pelotonnetje. 32 renners gaan de top van een Colombier ronde. En wij gaan nog wat dingen naar Bol, zeker. Ja, waarom niet? Gaat Latour nog hier meedoen? Nee, Latour zit er niet meer bij, zelfs zie ik onderin. En dan is het de versnelling van Van Aert voor de bergpunten op de Colombier. Altijd leuk als je hier als eerste boven komt. Hoogteverschil van 1500 meters. En we pakken ook de leiding nu in dat bergklassement, dacht ik te zien. Col de Richemont. En Arthur met nog een persvraag. Wat denk je van Juan Ayuso? Ja, dat is wel een coming man. Hè? Heeft de Baby Giro gewonnen, Ayuso? Ja, absoluut. Heeft een grote toekomst voor zich. Of dat hij nu echt in de toekomst een van de grote ronde winnaars gaat worden. Maar een beetje afwachten nog daarmee. Want we hebben al meerdere mannen uit die jongere categorieën zien komen. Waarvan we dachten van ja, die gaat er meteen staan in de grote ronde. Zoals een Evenepoel bijvoorbeeld. En de aanval van Van Aert aan de top van de Richemont. Gaat er nog iemand hier reageren? Zit onze tweede ritzegen eraan te komen? Ja, het is straks af te halen hè. Ze gaan nu moeten reageren als ze nog willen terugkomen. De man in het geel. Ja, onze gele balk is nu ook wel niet super. En die afdaling was minder steil als verwacht. Ja, ik dacht dat dit toch steiler naar beneden ging gaan. En je ziet, de gele balk raakte echt wel stilaan op. Dus ik moest inhouden. Gas terugnemen met de man in het geel. En gaat Ayuso in het echt ook ooit hier furoren maken in de Tour de France? Ik denk het wel. Ik zeg niet dat hij ooit de Tour gaat winnen, maar hij gaat echt wel een stevige concurrent in de toekomst worden voor de algemene klassementen in kleine World Tour rondes, maar ik denk ook echt wel in grote rondes. En hier nog 19 man. 19 man in deze kopgroep. Aanval Kelderman. Kom aan, naar het wiel. Naar het wiel van Aert. Dumoulin zit hier ook nog. We zitten in het wiel van Dumoulin. Ideaal. Ideaal. Tom gaat de lead-out doen in Bellegarde. Kan dit nog misgaan voor de man in het geel? We gaan nog wat bonies pakken.
Gaat er ons hier iemand kloppen in deze sprint? Alaphilippe misschien als hij hier nog zit. Van Aert nu. Van Aert tegen Alaphilippe neem ik aan. Jawel, Alaphilippe op Van Aert. Nee, Van Aert haalt het door. Schitterend manoeuvre, buitenom, dan naar de koord, binnenbocht. En zo pakken we hem in rit 11. Hoppa, hoppa. Daar is ritzegen nummer 2 in deze aflevering. Ja, dat gaat lekker. Dat gaat heel lekker zelfs. En hier nog eens de lead-out van Tom Dumoulin. Dan gaan we er buitenom naar binnen toe. Ja, dan moest Juju echt buitenom komen. Maar dat lukte niet meer. Hè. Te weinig poer, te weinig power nog. Krijt in de benen. En dan ja, Roglic met nog een heel sterke eindjump. Hè. Ja, Primoz, daar zat ook nog kracht op hoor. De man van Bahrein. Dan Thomas, derde. Pinot, Alaphilippe. Dus geen bonus voor Juju. Geniet, Lutsenko, Carapaz, Evenepoel en Van der Poel op plek 10. Ja, Matje zat er wel nog bij. Sterk. Maar hij sprint uiteindelijk niet echt mee. Dat is wel jammer. Dat wel leuk geweest. Een spannend sprintduel in Bellegarde. En wederom een paar klassementsmannen die heel veel tijd verliezen. Zoals Hart, Godu, Sosa, Soler, Guillaume Martin. En het verschil wordt nu minuut 57 op Roglic. Die springt wel naar plek 2. Dan Alaphilippe, Evenepoel, Pogacar, Van der Poel, Thomas, Pinot, Kelderman, Carapaz. En Tom Dumoulin op plek 11 is klaar om die top 10 binnen te dringen. Maar momenteel lukt het nog niet helemaal. Ja, en kijk eens aan. Evaluatie, er staat veel. Dus dat betekent dat we ook in veel klassementen leiden. Eigenlijk in alle klassementen waar we kunnen, hebben we de leiding in de bolle, het groen en het geel. En dan gaan we naar deze rit kijken. Albertville gaan we starten. En maak je klaar, want dit is een heuse bergrit. Een van de zwaarste bergritten in deze Tour. We gaan vanuit Albertville over twee klimmetjes. Nee, klimmetjes mag ik niet zeggen. Over twee zware cols van buitencategorie naar La Toussuire, waar dus de aankomstberg op ligt. En Pogacar, Evenepoel, Pinot, topfavorieten. Roglic, Bernal, Kelderman, de twee stersfavorieten. En Carapaz, Thomas, Dumoulin en Hart, de mannen met één ster achter hun naam. En ja, onze voorsprong, die gaan we vandaag nodig hebben. Want dit wordt een bijzonder stevige en lastige rit om te overleven. Col de la Madeleine, de Col de la Croix de Fer. Dan hebben we nog deze Col du Molard. En dan aankomen op La Toussuire. Ja. Ik heb schrik voor deze. Ik heb heel veel schrik voor deze. Ja, ja, ja. We hebben een kleine 2 minuten. Maar het zou wel eens goed kunnen dat we op La Toussuire niet meer in het geel zitten. Ik hoop van wel natuurlijk. Dag voor... Ah, plus 1. Kom aan. Plus 1. Waarom geen plus 4 of zo? Doe me wel 78 klimstats. Ah, dit gaat lastig worden. Dit gaat bijzonder lastig worden, vrees ik. Maar oké, we zullen het zien. Positief blijven, hè. Kom aan, Woutje. We gaan hier weer op plat, dus hier. Stel je voor, zou wel lekker zijn. Nog een perswagen in. Mr. L, wat vond je van MVDP op de muur de Bretagne? Ja, geweldige krachtstoot ook daar. Hè. Net als Julien Alaphilippe deed in rit 1. Wat een prachtige punch van der Poel op de muur de Bretagne. En vooral de aanval op de eerste muur de Bretagne vond ik heel slim. Ik had zoiets van, ja oké, die valt aan om die bonus te pakken. Terwijl ze toch op televisie dachten dat hij misschien daar al aan een nummertje was begonnen. Maar ik ging ervan uit dat dat niet zo was. Dat hij inderdaad puur slim voor die bonus ging. En op die manier heeft hij dus het geel veroverd. Hè, want ik dacht niet meer dat Van der Poel nog het geel zou gaan veroveren in de Tour. Zeker niet als je Juju bezig zag in die eerste rit. Maar heeft dat op de muur de Bretagne, ja, heel slim gespeeld. Ja, echt waar. Dat zijn zo van die momenten waarop je Van der Poel niet vaak betrapt om echt zo heel slim te koersen. En maakte het dan ook gewoon geniaal af op de tweede passage van de Muur de Bretagne. Je moet natuurlijk ook wel nog de benen hebben, ja. Col de Madeleine, hij is er bijna aan voor het peloton. 74 man nog hier in dit groepje. En de vluchters van de dag zijn natuurlijk voorop allerlei toeren aan het uithalen om die bergpunten te pakken om voorop te blijven. En dan gaan we naar de Col de la Croix de Fer. En hier krijgen we het voor het eerst echt moeilijk in deze etappe. Ja, ja. Een klim van 23 kilometer. Ook 7% gemiddeld. Dat is zeker en vast taai.
Als je ook nog eens een hoogte van 2061 meter gaat gaan doen. Maar we krijgen het hier echt wel moeilijk. Het tempo gaat bijzonder de hoogte in. En we proberen ons te sparen natuurlijk. Hè, want we moeten ook nog Latoussuire verteren. Klein beetje spoelen. Maar we komen uiteindelijk op 88 eigen tempo wel redelijk wat terug. We gaan aansluiten bij het groepje der favorieten. Maar het heeft bijzonder veel krachten gekost midden deze Col de la Croix. En ja, als je die hele balk ziet. Wat gaat er nog allemaal gebeuren op die Latoussuire? Deze mannen zijn in ieder geval echt wel jacht aan het maken op de bollen van Pierre Latour. En de Zwitserse kampioen Mark Hirschi is echt wel degene die dat voor elkaar gaat gaan krijgen, denk ik, van DSM. Ook op deze Col de la Croix gaat hij de punten nemen. Hij pakt ze al op de Madeleine. Ja, ja, hij heeft ze. Hij heeft ze. Nieuwe bolleman, Mark Hirschi. Zo lijkt het wel. Want Latour zit hierachter ook er niet tussen of zo, hoor. Nou, Latour heeft trouwens de bol niet meer. Alaphilippe heeft die trui overgepakt. Ja, excuses daarvoor. Ik dacht dat Pierke ze nog steeds had, maar dat is niet. Col du Molard komt er zo meteen aan. Maar de top van de Col de la Croix, die hebben we hier wel. En nog een persvraag bovenop de top van Mr. L. Wint Remco de Tour in 2030? Ik hoop van wel. Ik hoop van wel. Best nog een paar jaar, hè. Tegen dan zou je echt wel top moeten zijn. Maar ja, als hij hem tegen dan nog niet heeft gewonnen of in 2030 niet wint, dan zal het ook nooit meer gebeuren, vrees ik. Maar het kan allemaal. In de toekomst kijken altijd heel moeilijk. En de aanval. Aanval Pino op deze Latoussuire. We zitten halverwege de klim. 18,4 kilometer, 6% gemiddeld. Dus niet zo zwaar als de Madeleine en de La Croix. Maar ja, ja, het is zeker en vast stevig. Zeker na wat we allemaal al hebben gehad. En wie komt er nu? Carapaz. Carapaz met reactie naar Pino. En Evenepoel, want ook hij was al naar het wiel gesprongen. De beste jongere, Remco Evenepoel. En het valt hier te stil. Ja, de man van Groupama gaat nu tempo maken, maar die zit volledig choco. Genets is het, ja. En wij gaan overnemen, hè. Wij gaan overnemen, waarom niet aan 60 als het kan. We moeten wel oppassen met onze gele balk, hè. LM oppassen, man. Het is nog een viertal, vijftal kilometer tot de top. Voor de vluchters nu 4,5, ja. Oei, oei, oei. De gele balk zit echt wel op de limiet. Sneller dan 65 kunnen we niet, nee. Ik ga ze meteen ook nog de aero ingooien. Maar ik probeer zo lang mogelijk te wachten. Zodat we zeker geen aanvallen meer krijgen. Shell kunnen er ook in knallen. Aero erin. Ja, ik ben aan het twijfelen. Wanneer ga ik het doen? Ja, ze vallen maar niet aan. Hirschi zit nog steeds voorop. Als hij dat houdt, gaat hij echt wel een bijzonder extreme zaak doen in dat bollenklassement. Maar ik denk dat we er nog naartoe gaan rijden, hoor. Het is nog 2,5 kilometer. Oh, versnelling Evenepoel. Evenepoel met een tempoversnelling. En nu? En nu is het sterven voor de man in het geel. Oh, en ze komen erover. De rest volgt. Roglic. Pinot schuift mee. Ik vermoed dat het Kelderman is. Jawel, met Pogacar. En nu komen wij, oh ze vallen hier wel stil plots, ze vallen hier stil, 75 tempo. Gaan we winnen op Latoussuire? Nee, we gaan niet winnen op Latoussuire. Ik had even hoop gekregen, want ze zaten te zwoegen ook allemaal. Maar ze hebben hier duidelijk nog een sprint in huis. Oh, Evenepoel met Hirschi en Pinot. Gaat Hirschi het nog pakken of is het voor Evenepoel? Evenepoel neemt hem op Latoussuire voor Thibaut Pinot. Hirschi, wat een etappe, heroïs man. Kelderman op 4, dan Carapaz. Wij verliezen een halve minuut ongeveer. Samen met Roglic en Pogacar, de Slovenen in het wiel van de gele trui. Maar ja, oké. 30 seconden verlies. Ja, het zal wel waarschijnlijk iets meer zijn, maar ik neem het. Ik neem het met heel veel plezier zelfs. Solala. 78 klimstijd. Ik had dit niet verwacht, hoor. Ik had hier toch wel wat meer tijdsverlies in gecalculeerd. Een minuut en een half, daar was ik heel blij met geweest. Maar 31 seconden. Lekker, man. Heel lekker zelfs. Hoppa. Is Van Aert een kanshebber om deze Tour te winnen? Ja, moeten we die conclusie naar Latoussuire al
klein beetje durven gaan stellen, want we hadden ook geen absolute topdag, hè. Die dagvorm kon veel beter. En minuut 37 met de groep der Nederlanders, met Mollema, Tolhoek en Dumoulin daarin. Bernal op 2.53. Alaphilippe heeft veel verloren, maar 3 minuten 19. Die maakt een vrije val in het klassement. En Evenepoel wipt nu naar de tweede plek op een minuut 29. Ja, onze landgenoot komt dichter en dichter. Roglic staat nu op 3, dan Pogacar. Op plek 5 hebben we Thibaut Pinot op net geen 5 minuten. Alaphilippe staat in dezelfde tijd. Ja, oké, moet ook lukken. Kelderman op 7, op 5 minuten 44. Dan hebben we de Ecuadoriaan Carapaz op 8, dan Thomas op 9. En Dumoulin komt nu wel de top 10 binnen op 7 minuten 40. En Mollema staat ook sterk op plek 11. Dan Barguil, Lutsenko, Hirschi, Bernal en Patrick Conrad op plek 16. Ja, oké. Okay. Mooi, mooi, mooi. De eerste echte bergrit aankomstberg op hebben overleefd. We hebben niet veel tijd ingeboet. We staan nog steeds in het geel. We hebben 2 ritten gepakt in deze aflevering. En jullie zijn alweer bedankt om te kijken natuurlijk. Abonneer nog steeds als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag terug voor de volgende aflevering op mijn YouTube-kanaal. Komende vrijdag zal dat zijn met de Koenig Quickstep. En hopelijk zondag de première van onze eerste PCM21-serie. Bedankt om te kijken, tot de volgende en bye bye.